Hallo mensen van Mixed Gamers Day, ik ben Kevin en ik doe vandaag iets aan jullie vertellen over gaming en technieuws. Week 1, dit is de eerste week. Jullie gaan nog veel meer zien waarschijnlijk. Ik heb ooit al eens wat van dit soort video's gemaakt over Assassin's Creed en zo, maar nu wil ik het gewoon wat ruimer doen over andere onderwerpen zoals gaming en technieuws. Gewoon dus bijvoorbeeld over Samsung en over spellen die uitkomen deze week bijvoorbeeld, of andere dingetjes zoals dat. Maar we gaan beginnen met het eerste deel van de video. En daar ga ik het hebben over de YouTube 360 graden camera. Die dat ze daar pas een soort van ondersteuning voor hebben gemaakt. Zodat iedereen eigenlijk zo'n video kan opnemen. En die op YouTube kan zetten. Waardoor jij 360 graden kan draaien in de video zelf. Ik heb net een video gezien over een... Red Bull auto. Volgens mij was het een soort van Formule 1 wagen. En die reed dan met zo'n camera. En dan kon jij over de hele racebaan kon jij dan bewegen. Dat deed je met de WASD knopjes. Dat kon ook gewoon met de muis zelf. Dan moest je een heel raar knopje indrukken. Dat vond ik niet heel erg chill. Volgens mij kon je dat ook met de pijltjes doen. Dat heb ik alleen niet geprobeerd. Maar ik denk dat het wel logisch is dat dat ook kan. En toen heb ik even gegoogeld hoeveel nou zo'n camera kostte. En zo'n camera kostte namelijk €500. Maar dat zou het wel wat mindere kwaliteit zijn ongeveer. Maar het is het op zich wel waard eigenlijk. Als je ziet wat voor beelden je ermee kan maken. En wat je er allemaal mee kan doen, is het wel erg mooi. Eigenlijk, dat wel. Ik heb ook, ben ook gevraagd of ik zo'n ding niet mee wou nemen in een luchtballon. Maar daar moest ik nog even over nadenken. Maar ik denk als ik zo dit soort video's zie, dat ik dat best wel uit wil proberen. Want dat is best origineel en eigenlijk niemand doet het nog. Want ik denk dat dit ook bijvoorbeeld in de toekomst bij voetballers zou zijn. In bijvoorbeeld een Champions League wedstrijd. Dat jij gewoon, iedereen ziet voetballen met zo'n ding. En dat de beelden zo worden gemaakt. GTA is ongeveer ook nog 60 miljoen keer verkocht. Dus 60 miljoen mensen op deze planeet hebben hem dus. Dat is dus volgens mij het meest verkochte spel die ooit op de wereld was. Hij had ook binnen een aantal dagen had hij ook gelijk heel veel... was hij ook heel vaak verkocht, omdat iedereen er eigenlijk naar uitleeft. Volgens mij duurde het iets van 4 jaar voordat er na GTA San Andreas... Oh nee, wacht, na San Andreas was er volgens mij nog Liberty City, Apple Cities of zoiets, iets in die richting. Was er nog geen GTA-spel uitgekomen. Toen kwam GTA 5. Die was toen volgens mij binnen een week was hij al meer verkocht dan een of andere film of zoiets. Die heel populair was, of iets in die richting. Maar als je zo in een game zit, bijvoorbeeld multiplayer, dan zie jij... bijna nooit heel veel mensen. Dus waar die 60 miljoen vandaan komen, ik zou het echt niet weten. Ik zie ook wel elke keer als er op Steam een soort van sale is, dan zie ik ook gewoon dat in de top 10 staat altijd op het eerst, staat altijd GTA. Nu, waarschijnlijk nu met het Chinese nieuwjaar op Steam zit dus ook, als het goed is, staat weer GTA in de top. 60 miljoen klinkt veel, maar... Aan de ene kant, ja, zit ik ook wel te denken van, ja, het is ook eigenlijk best weinig. Maar ja, ik heb er ook niet zoveel verstand van. Dus ja, laten we voor doorgaan naar het volgende. Een nieuwtje is dus dat er een spel is geblokkeerd uit de Apple-wereld. De Apple Store heeft dus een spel geblokkeerd waar kindermishandelingen voorkwam. En dat spel, dat speelt Niels heel graag. Dat heet The Binding of Isaac. Dat gaat dus een spel over de... dat is gebaseerd op een Bijbelverhaal over de offering van Isaac. Spelers, ja, je bestuurt eigenlijk een kind dat huilt en ja, je schiet eigenlijk tranen. En wat er dus aan geblokkeerd is, dus omdat er kindermishandelingen voorkomt, dat je eigenlijk een soort naakt mannetje speelt in het spelletje. Waarbij je allemaal verschillende monsters moet verslaan, zoals je moeder, volgens mij, die zit er ook in. Volgens mij, ja, de moeder dus van Isaac. Je probeert eigenlijk de offering te voorkomen. Ik heb echt geen flauw idee wat het allemaal inhoudt hoor, maar... mensen die dit kijken, die zullen vast wel weten wat de offering van Isaac was. Want ja, ik ben gewoon een normaal persoon en ik hoor dat allemaal niet te weten. Maar ja, kijk, dat er gewoon te veel geweld in zit. Omdat er eigenlijk een kindje dus gemishandeld wordt. Dat me een beetje sterk lijkt, want het is gewoon eigenlijk een soort van monstertje. Terwijl, het lijkt wel erg op een jongetje. Maar het is eigenlijk gewoon een kind. Het is gewoon eigenlijk een monstertje. Wat dus eigenlijk door verschillende kamers moet en elke keer weer vliegjes moet doden of andere wezentjes. Wat Niels ooit al heeft gespeeld op ons kanaal natuurlijk. Maar dat spel is dus geblokkeerd uit de Apple Store. Omdat het dus kindermishandeling bevatte. Wat ik een beetje raar vind. Maar ja, het is niet anders. En het is een beetje bullshit dat dat gebeurt natuurlijk. Maar er zijn genoeg andere apps die... Wel in die App Store staan natuurlijk.
Maar ja, dit was wel een heel leuk spelletje geweest als je dat even in je bustijd even kon spelen. En ja. Vinden jullie nou dat ik hier meer video's van moet maken over meer nieuwtjes per week? Of dat ik gewoon iets anders moet gaan bespreken in dit soort video's over bijvoorbeeld video's van random mensen? Dat jullie wat opsturen en dat ik dat ga beoordelen over of het wel goed is en wat er allemaal zo grappig aan is. Dat lijkt me ook wel erg leuk om te doen. Maar vonden jullie deze video dan leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Laat even wat feedback achter en zorg eventjes dat jullie ja, eventjes reageren met wat ik nou eigenlijk moet doen. Want ja, dit lijkt me wel wat. En ik denk dat de YouTube-wereld dit wel nodig heeft. Ja.